Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video. En ik moet zeggen dat Team 2 is voor mij van die Level Up promo een stuk beter dan het eerste. Er zit veel meer bij wat ik voor wil gaan. We hebben nieuwe SBC's die we kunnen grinden. Er is gelukkig, ook al is het jullie, nog genoeg te doen. En dat is best wel een positief iets. Maar fijn dat jullie er weer zijn. Als je deze video leuk vindt, dan helpt een duimpje omhoog natuurlijk enorm. Ik had het erover gehad met een paar mensen. Ik wil wel weer career mode gaan doen, maar ik ben heel erg kritisch in. Die video's moeten qua kwaliteit in de buurt komen van bijvoorbeeld Dani doet, Dani Visser natuurlijk, of Raoul. Weet je, dat zijn goede career mode video's. Moet een beetje in die buurt komen. Maar wij hebben een paar dingen. Wij hebben een 93 plus playback. Ja, leuk en aardig. 90 plus Braziliaanse of Franse of Nederlandse icon upgrade. Niet interessant. Maar wat wel interessant is, is een Patrick Vieira. Nou eerlijk, als jij al Milinkovic Savic hebt, en dat is waarschijnlijk de beste CM in de game op dit moment, dan hoef je deze kaart misschien niet te doen. Maar ik ben Arsenal fan. Ik ben opgegroeid met deze guy als leider, als keizer van het middenveld. Ik zou gek zijn als ik hem niet deed. Nou, ik moet zeggen, 92 rated squads zijn vrij gestoord. Like, wat je daarvoor in moet leveren, besefte ik me niet heel goed. Maar mensen stoorden zich eraan dat ik packs bewaarde. Volledig terecht. Mensen stoorden zich er ook aan dat ik niks deed met mijn coins. Again, ook zeer terecht. En sorry, ik ben een van de weinige mensen die Ramos inlevert. Mijn excuses, maar toch ook weer niet. Dus dit lever in voor de 91 graded. Mensen waren geïrriteerd dat ik bijvoorbeeld niks doe met mijn coins. Dat is wel door de jaren heen wel vaker een frustratie geweest. Daar hebben we een oplossing voor. En ja, ik lever ook Lucio in. Want wat ik gedaan heb om dat probleem tegen te gaan. Mensen die zeggen, je doet niks met je coins, je gebruikt ze niet, bla bla bla. Ik ben altijd bezig met die content, omdat ik dan dingen heb om met jullie te bespreken. Tijdens video's of tijdens streams. En om dat nu te doen, hebben we dus ook nu de coins een klein beetje gebruikt. Je zou het niet zien als je naar mijn totaal kijkt. Je denkt, waarom heb je dan nog zoveel? Zal ik je met plezier uitleggen. Wat je namelijk hebt natuurlijk, is de Level Up Cup. Die staat natuurlijk bij Milestones nu. En daarvoor moet je eigenlijk je normale team hebben. Maximaal 3 lane spelers en een Level Up speler. Nou, ik kocht de goedkoopste, die Argentijnse rechtsback, Juan Foyth. En toen dacht ik, nou, weet je wat, als ik die stinkkaart dan toch heb, dan doe ik gelijk de objective ervan. En het voordeel is, je kunt er eigenlijk in 5 games kun je er 3 halen. Dus ik haalde Celilia, want ik had die SBC gedaan. Ik haalde Foyth, want die had ik gekocht voor 19k. En Fekir, want die kan je in 1 pot doen. Helemaal prima natuurlijk, helemaal niet moeilijk ook. Gewoon dikke pretten prima om te doen. Heb je voor eigenlijk niks een 93 credit kaart. Nou, ik wil niet zeggen dat helemaal niks, want het is niet zo. Dan zou ik liegen tegen je. En ik heb wel vast eens gelogen tegen je. Ik bedoel, ik ben nog niet zo schijnheilig. Maar hierin niet. Voor de 6 kaarten die ik nu heb, heeft het me in totaal, denk ik, 15 tot 20k gekost. En de enige reden dat het me nog 15 tot 20k kostte, is omdat ik verlies maakte op spelers van team 2. Spelers van team 1 zijn zo cheap als ze zijn. Tenzij je de dure koopt, die blijven duur. Maar de meeste fluctueren niet meer gigantisch in prijs op dit moment. En dat was voordelig voor mij. Want dat betekende dat ik gewoon kon kopen wat ik wilde kopen. En ik verloor er niet echt coins op. Team 2 was een iets andere. Ik dacht, oké, weet je wat? Ik hoorde over Atal. Atal, zijn 92 credit kaart, kost ongeveer 90k op het moment dat ik dit zeg. In 1 pot, 15 fruitballs. Dat kan je het beste doen op squad battles. Dan is het, you know, zo gedaan. Wat je het beste kan doen, speel squad battles. Zet Red to Glory of zo aan. Makkelijk gebeurt. 1 pot. Deze, 5 potten werk. Deze, ook 5 potten werk. En het voordeel van hem is, de reden als je hem, dat je hem moet halen, is eigenlijk de situatie dat als jij Neymar hebt, en je hebt verder niet echt PSG-spelers, perfect deze kaart voor jou. Echt ideaal. Kalulu was gewoon een makkelijke, vond ik. Like, ik verloor, denk ik, 10k op die kaart. Dat was het meeste van iedereen. En dat is logisch, dat is een Fransman van AC Milan. En ik bedoel, hoe je dat tegenwoordig ook noemt, de perfect link met Theo Hernandez, is er eentje die veel mensen niet kunnen overslaan. Maar bijvoorbeeld, zo'n Caio Henrique kost geen drol. Ik kocht hem voor 30k. Ik verkocht hem voor 30k. Dus wat verlies ik daarop? Nou, 1,5k. Nou, whoop-de-doo, weet je wat? Daar maak je je niet druk om. En het belangrijkste wat je moet doen, is zeker als je ook die Caio Henrique hebt en je hebt Atal, heb je de makkelijkste manier ooit om iedereen in je League 1 team op cam te krijgen. Want die twee bij elkaar geven jou al 4 League 1 chemistry punten. A.k.a. bijna iedereen op cam als je daarna de nation kan fixen. Dan zou ik natuurlijk wel liegen als ik tegen je zei dat ik al die kaarten ga gebruiken. Dat is zeker niet het geval. Wat natuurlijk de bedoeling is, zeker met sommige van die kaarten, is dat zij fodder gaan zijn voor een squad in VRA. Want ik zei aan het begin, als jij al 93 Milinkovic Savic hebt, dan heb je misschien niet VRA nodig. Maar ik heb al 93 Milinkovic Savic. Dus wat ga ik dan doen met VRA? Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga ze allebei gebruiken. Kijk, zoals je kunt zien, ik heb niet crazy veel goals. Dat is gewoon een feitje. Nou, ik heb een enkele 84 nog verdwaald zitten misschien. Ja, hier nog 3.
En dan denk je, je bent 9e Raider Squad. Wat ga je hiervoor doen? We gaan een paar van de kaarten die we net unlocked hebben, mogen gewoon gelijk oprotten. Kijk, bijvoorbeeld zo'n Fekir, nooit gebruiken. Welke nog meer? Foif, nooit gebruiken. Saldilia, nooit gebruiken. Kalulu, nooit gebruiken. En dan nog zo. Zal dit het zijn? Het antwoord is nee, het is een 89. Nou, toveren we één kaart erbij. Hoeft waarschijnlijk niet eens al te crazy te zijn. En dan hebben we hem denk ik al. Zo heb ik namelijk een 90 credit squad bij elkaar getoverd. Omdat ik deze Gavika Landa nog in duw. Kijk, ik krijg er niks voor terug. De packs bij deze zooi zijn al, nou ja, de afgelopen jaren altijd bagger. Maar, en daar komt stap 2 van hoe ga ik mensen meer tevreden houden. Ik ga niet packs sparen, dat is absoluut mijn bedoeling. Ik open ze, zodat ik via Ra kan doen. Plus ik krijg er nog een Immobile en een Killini uit, dus het is niet eens de allerslechtste pack ooit. En omdat we ook bezig zijn met die daily logins, krijgen we daar nog allemaal packs van. En ik heb nog een hele rits aan 85 plus packs. Moeten ze er wel tussen staan, want anders krijg je al die drie keer dingen. Ik wil 85 plus packs openen. Ja, kijk is hier zo. 85 plus keer 10. En die gaan we nog een keer krijgen. Want wij gaan ook nog die Wiggly League Plus Challenge doen. We gaan ook nog weer die cup afronden. En zeker met Futties dat dan komende week komt. We gaan echt zoveel shit kunnen packen. Dat het me zou verbazen als ik niks goeds kreeg. Dus deze ook. Niet ideaal. Al die kaarten zo dubbel. Nou, zo dubbel. Het begint nu met die Immobile. Maar het gaat alleen maar meer gebeuren natuurlijk. We gaan gewoon elke keer gelijk een squad doen. En wat we zo doen is zo krijgen wij ook een... Dan moeten we even kijken. Kunnen we nog iets... Kan niet nog lager? Nee, dat kan niet nog beter. Weer een 90 credit squad. Kunnen we een paar kaarten besparen. Immobile had erin gemoeten, want die hebben we dubbel. Dat is een beetje dom en onhandig. Maar dan kunnen we gelijk nog een squad doen. En zo pakken we ook gelijk de 88 credit squad. Maar dit keer wel Immobile erin gedumpt. En dat betekent dat ik nog maar 2 teams hoef. En ik heb die 93 VRA, die misschien niet iedereen nodig heeft. Atal wel, want Atal is, you know, voor 90k moet je die kaart gewoon halen. Like, al is het een wissel, je naait jezelf als je het niet doet. En zo hebben we dus nog al die packs en hoef ik nog maar 2 squads te doen. En eerlijk, aangezien dat een 88 en een 89 zijn, wil ik zeggen, ga ik ze niet eens allemaal nodig hebben. En dus gaan we nog zo'n berg hebben voor Futties. En Futties is ideaal, want bij Futties komt allerlei zooi tegelijk in packs. Krijgen we die 85 plus keer 10 waarschijnlijk weer repeatable. Allemaal nog niet gelijk, want dat duurt altijd wat langer. Maar we gaan dus gewoon genoeg te doen hebben. Wat betekent dat we meer kunnen streamen. We kunnen meer uploaden. Er is gewoon genoeg te doen. Constant. Deze 85 plus keer 2 verwacht ik niet wild veel van. Je ziet het al. Het zou waarschijnlijk gewoon Kroos zijn. Kroos of Gretzka. Bij voorkeur Kroos. En dat is het ook. Ik zweer dat ik net die Immobile had ingeleverd. Ik weet het echt vrij zeker, wil ik zeggen. En zo hebben we ook de 89 squad. En Van Basten gaat er dus eindelijk vandoor. De kaart was best wel geinig een beetje in het begin. Maar je moet er echt niet te veel waarde hechten aan zo'n kaart. Nadeel is dat de laatste squad die ik moet is nog een 89. Gelukkig heb ik, zoals jij kunt zien, nog genoeg 5x85 plus packs. Ik heb er oprecht nog 5 of zo. Dus daarmee redden we het makkelijk. En Luka Modric is niet de allerhoogste. Maar... Een 88 is op zich prima zat natuurlijk. Als er een level up bij zou zitten, zou het leuk zijn. Is echt in ieder geval, maar 2 88's is al een goed begin natuurlijk. Ik wil niet al mijn specials inleveren, want ik hoop toch stiekem dat we tijdens Futties wel echt een paar banger SPC's krijgen, weet je wel. Zo'n VRA is één ding, wel een beetje te duur eigenlijk, maar ik hoop dat we tijdens Futties een beetje hele tijd in dat tempo gaan zitten. En dat betekent dat ik dit soort kaarten nodig heb. Dus dubbele kroos, beetje jammer, maar met die paar kaarten die we net al gekregen hebben, kunnen wij denk ik VRA afronden. Want zo doen wij dus ook de laatste 89 rated squad. En eerlijk, deze kaart is voor ongeveer 1,4 miljoen. Als je vanaf 0 zou beginnen, wat ik me niet voor kan stellen in dit stadium, maar het kan. Is het misschien niet waard voor jou. Maar als jij gewoon niet Milinkovic Savic hebt, is dit waarschijnlijk de grootste sloopkogel die je op dit moment kunt halen. En dan moet je toch tegen jezelf zeggen, misschien moet ik hem wel hebben. Want hij komt dus wel gelijk in het team. Ik gebruik hem dan op de plek van... Ja, Socrates zal dan zijn. Socrates komt wel op de bank voor... Ik denk voor Lisandro. Lisandro heeft iets betere shooting. Maar voor de rest is hij in alles slechter. Plus, als ik geen United speler in hoef te hebben... Ik vind het helemaal gescheten. Dus dit is hoe mijn... dit is mijn main team dan, hè. Dat is de bedoeling dan. Dit zou dan mijn main team zijn. Dus dat zou dan in-game zo zijn. En dan Acuña als mee aanvallende CM. Dat team gaat nog genoeg veranderen. De komende dagen 100% al. Want we gaan sowieso nog een SPC krijgen waar ik geen nee tegen kan zeggen. Dat is zeg maar mijn ding. Dus we gaan het voorbij zien komen. Ik hoop dat jullie, met welke kaart er dan nu ook is, het gewoon een beetje naar je zin kunnen hebben. Oh, is het met Martinelli? Is het met Goretzka? Misschien heb je Varaan gepakt en ben je zo'n lucky bastard. We hebben genoeg. Er is genoeg voor iedereen. Het enige wat ik dus kan zeggen is,
Hopelijk heb je het naar je zin. Ik zal volgende video zorgen dat we ook dit tackelen. You know, dan krijgen we weer 20, 85 plus kaarten in totaal. Dat is al een gigantische dub. We gaan wel zien hoe we dat doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zie ik jullie bij de volgende. Joejoe.